Dames en heren, leden van de raad, commissieleden, collegeleden, vertegenwoordigers van de organisatie, iedereen die op afstand met ons meekijkt en luistert, fijn dat u er bent. Dit is de afscheidsraad. En natuurlijk is het moeilijk om je zelfstandigheid op te geven. En ik heb dan ook alle begrip voor weerstand, emoties en strijdbaarheid die daarbij komt kijken. Sterker nog, je kunt ook niet anders verwachten. Zeker niet bij, het is al even gezegd, de meest belegerde stad van Nederland. Die geef je niet zomaar gewonnen. En dat hoort ook zo. Dat is graven en dat blijft graven natuurlijk. Die strijdbare, zelfstandige stad op een bepaalde manier. Ook de dorpen Escharen, Gassel en Velp blijven natuurlijk ook straks hun eigen karakter behouden. Maar bestuurlijk gaat er nogal wat veranderen. Daar ga ik verder niet op in nu, daar is al heel veel over gezegd. Toen ik in april dit jaar naar Gaven kwam, had ik natuurlijk allerlei goed bedoelde tips en waarschuwingen gekregen. Maar ik vaar dan toch meestal op mijn eigen waarnemingen en ik kan u vertellen, die zijn overwegend positief. Ik heb ontzettend veel plezier gehad in die 9 maanden die we nu gaan afsluiten. Ik voelde me snel thuis in Gaven en ook in uw midden. En corona hielp daar niet bij om snel iedereen te leren kennen. Maar ondanks die beperkingen heb ik toch, vind ik, mijn werk hier goed kunnen doen. En heb ik het ook met ontzettend veel plezier gedaan. En ik hoop dat u dat ook hebt kunnen zien. Ik merkte al snel dat er toch wel vertrouwen begon te ontstaan. Ook al moest u natuurlijk ook wel een beetje aan mij wennen. Maar ik heb toch wel dat welkom ervaren. Met soms zelfs enige warmte. En ik dank u daarvoor. Deze raad is niet de gemakkelijkste die ik ooit heb meegemaakt. Dus ik moest ook wel een beetje aan uw manier van werken en van politiek bedrijven wennen. En dat heeft natuurlijk voor een belangrijk deel te maken met de diepe verdeeldheid die er was over wel of niet herindelen. Wel of niet meegaan in die nieuwe gemeente Land van Kuik. Maar toen die kogel eenmaal door de kerk was, en dat was natuurlijk net op het moment dat ik binnenkwam, voelde ik ook in uw midden de sfeer al snel verbeteren. Er werd weer wat meer naar verbinding gezocht en de tegenstellingen, de oude tegenstellingen, verdwenen een beetje naar de achtergrond. Nou, tegen de tijd dat de verkiezingen eraan kwamen, dat was natuurlijk al relatief snel in dit geval, kwamen ook die tegenstellingen wel weer wat meer naar voren. Maar, dames en heren, dat is altijd zo. Dat is overal zo. Dat is in elke gemeenteraad zo. Dus dat begreep ik, ook al is het werken dan voor een burgemeester of een college er niet altijd gemakkelijker door. Maar profileren hoort daarbij. Jezelf onderscheiden van andere partijen hoort daarbij. En dat hebt u gedaan. Ik wil toch ook constateren dat u als raad trots mag zijn op de gemeente waar u nu als een bestuurlijke eenheid afscheid van neemt. De stad Gaven, de gemeente Gaven, staat er goed voor. De stad heeft een enorme uitstraling en een enorme aantrekkingskracht. En die kan volgens mij nog veel verder ontwikkeld worden. En ik ben er ook van overtuigd dat Gaven de stedelijke parel van het Land van Kuik zal blijven. En de 3 dorpen behouden ook hun eigen identiteit en moeten er ook voor waken dat ze die niet kwijtraken in dat grote geheel van die grote gemeente. Ik dank u als raad namens de bevolking voor al uw inzet en betrokkenheid. En ik ga u als raadsleden niet allemaal persoonlijk toespreken, hoe verleidelijk dat bij een aantal van u ook zou zijn. En dat geldt ook voor de commissieleden. Ik moet u echt als collectief dank zeggen voor alles wat u voor deze prachtige gemeente hebt gedaan. En ik merk ook dat de inwoners van die gemeente u daar dankbaar voor zijn. Ik wens wel de 2 raadsleden die als raadslid in die nieuwe gemeente doorgaan heel veel succes. Ook heel veel plezier en heel veel wijsheid in de gemeenteraad van Land van Kuik. Kom op voor de belangen van Gaven, maar word ook vooral een volksvertegenwoordiger voor de nieuwe gemeente Land van Kuik. En ook een kort woord van dank voor onze Griffie. Ook die hebben een turbulente periode meegemaakt
met u als raad. En uiteindelijk hebben we het toch met elkaar samen tot een goed einde weten te brengen. En ik heb ook de samenwerking in de lokale driehoek, zoals dat heet, met de Griffie en de gemeentesecretaris, altijd als prettig en constructief ervaren. Veel dank daarvoor, de hele Griffie en met name toch ook wel onze Desiree. En die lokale driehoek brengt me dan meteen bij de gemeentesecretaris. Bram durfde de uitdaging aan kort nadat ik hier binnenkwam. En ingewijden weten dat dat niet zonder slag of stoot gebeurd is. Maar ik ben blij dat we op dat moment ook als college een beetje doorgezet hebben en onze wil doorgedrukt hebben en daarmee iemand gevonden hebben die de organisatie en de dossiers en deze raad kende en dus heel snel met ons samen en met u aan de slag kon gaan. En ja, natuurlijk moest ook Bram die rol van gemeentesecretaris nog een beetje gaan ontdekken. Want hij begon er zomaar in één keer aan. Maar dat is, durf ik te zeggen, eigenlijk verrassend goed gegaan. En het was een genoegen, Bram, om met jou in die rol samen te mogen werken. En we gaan er volgende week nog even onder vier ogen verder over doorpraten, hoe we dat ervaren hebben. Maar veel dank daarvoor, Bram, en via jou de hele organisatie die achter jou staat, waar het bestuurssecretariaat natuurlijk ook voor mij persoonlijk een belangrijke rol ingespeeld heeft. Maar dat heb ik Lonneke vandaag ook persoonlijk al even gezegd. En dan de wethouders. Want daar nemen we vandaag ook afscheid van. En de verleiding om die persoonlijk toe te spreken heb ik niet kunnen weerstaan. Dus Theo. Ongeduldig. Onorthodox. Resultaatgericht. En maling aan procedures. Veel eisend naar de organisatie. En erop gebrand om nog snel een aantal dossiers een stap verder te brengen. Onlangs hebben we ook in het college nog geconstateerd dat je echt een indrukwekkende eindsprint gemaakt hebt. Je hebt de ontwikkeling van graven, ruimtelijk gezien, echt vol gas gegeven in de relatief korte periode dat je in ons midden was. En daarvoor mogen we je erkentelijk zijn en zijn we je erkentelijk. Persoonlijk ben ik je met name ook extra gaan waarderen, omdat je ook in lastige dossiers soms stevige standpunten in durfde te nemen, soms zelfs tegen de eigen politieke partijlijn in. Een authentiek en dapper bestuurder dus. Ik ben benieuwd naar je volgende stap, Theo. Ik wens je daar heel veel succes in en voor nu ontzettend bedankt. Dan Rick. Rick, je bent een hele tijd uit de running geweest. Dat betekent, je werd vervangen door Ike, die heb ik leren kennen toen ik hier aan mocht treden. En ik heb jou dus eigenlijk pas later leren kennen, zo rond de zomer. Maar ik zag toen eigenlijk al direct hoe enorm betrokken jij bent bij graven en de inwoners van graven. En ondanks je ziekte heb je je werk op dat moment toch weer heel voortvarend opgepakt. En ook de rol in de stuurgroep Land van Kuik, waar wij samen de gemeente Graven in vertegenwoordigen, heb je direct van Ike overgenomen. En daar heb je ook constructief meegewerkt aan die nieuwe gemeente. En dat is breed, ook buiten Graven, dat is breed gewaardeerd. We gingen er vaak samen naartoe en weer terug. En nou, dat was ook een mooie manier om elkaar persoonlijk wat beter te leren kennen. En ook dat heb ik op prijs gesteld. Ik wens jou, ik ben nog jong, voor de toekomst een goede gezondheid en een heel mooi, nieuw, interessant werkperspectief. Of dat nou hier is of in het buitenland. En Rick, dat bezoek met Sophie aan het Grote Pieterhuis in Sinterklaas, dat neemt niemand ons meer af. Dan Anja. Anja. Ja, jouw reputatie was je vooruitgesneld. En ik was ook wel heel benieuwd naar onze kennismaking. En je kwam toen naar het stadhuis. Het was echt in een stevige lockdownperiode eigenlijk. Hè. Dus je kon elkaar bijna niet ontmoeten. Maar je kwam toch even voor dat eerste gesprek naar het stadhuis met de kerstverse puppy. Die had je toen net een paar dagen volgens mij, dus die moest gewoon mee. Maar ik moet zeggen, ik heb jou leren kennen als een stevige bestuurder met zeer duidelijke standpunten. En linksom of rechtsom moet het dan ook maar gerealiseerd worden. En dat doe je vanuit een enorme betrokkenheid bij deze gemeente en haar inwoners. Je kent iedereen en iedereen kent jou. En dat kan voor een plotseling ingevlogen waarnemend burgemeester best bedreigend zijn. Gaat ze je niet voor de voeten lopen? De term burgermoeder viel al even. Ik heb dat nooit zo ervaren. Nooit.
Je bent eerlijk, recht voor zijn raap en daar hou ik wel van. We waren het vaak eens. Maar soms ook wel eens niet. En dan kon er stevig gesproken worden, kan ik u verzekeren. Maar als er een besluit viel, dan was de discussie daarmee ook beëindigd. En gingen we samen gewoon over tot de orde van de dag. Zonder wrok en achterklap. Zoals een professioneel bestuurder dat doet. En dat waardeer ik zeer in jou. En Grave mag jou zeer dankbaar zijn voor alles wat je voor deze gemeente in die periode, die lange periode dat je hier wethouder bent geweest, wat jij daarvoor gedaan hebt. En ik proef ook dat die waardering in de stad en de dorpen daaromheen echt aanwezig is. En daar sluit ik me van harte bij aan. Veel dank voor je enorme inzet aan jou. Tja, dames en heren, dat is het dan. We stoppen ermee. Nou ja, op 31 december, Alex. We dragen dit Grave als een trotse, zelfstandige gemeente ten Grave. Kogel is door de kerk. Het zwaard is gevallen. De strijdbijlen zijn begraven. Het kanongebulder verstomd. De geweren gaan zwijgen. De vlag wordt gestreken en de strijd is gestreden. En met pijn in het hart nemen we afscheid van deze mooie, zelfstandige, trotse gemeente en van elkaar. Wij als raad en college, wij van alle mensen in deze stad en de dorpen daaromheen, alle organisaties. We hadden het graag op een andere manier gedaan, maar dit is het dan. Nogmaals, veel dank aan u als raad en als college, als wethouders, voor al uw inzet voor de gemeente Grave. En daar neem ik ook de commissieleden in mee en alle voorgangers van de raadsleden en de commissieleden en de bestuurders. Een enorme lijst van mensen die we graag hier bij ons gehad hadden, om hen allemaal te danken voor dat waar Grave nu voor staat. En nogmaals, daar mag u met z'n allen trots op zijn. Ik wens u voor binnenkort hele mooie feestdagen. En daarna het allerbeste. En dan mag u zo meteen, als de vergadering gesloten wordt, de cadeautjes openmaken. En dan brengen we samen ook een toast uit op elkaar, op elkaars gezondheid, maar toch ook op het nieuwe land van Kuik. Voor de commissieleden is er een attentie aan huis bezorgd. En ik dank ook de anderen die via de uitzending en de verbindingen bij ons zijn geweest vandaag. Fijn dat u het wilde volgen. En ik heb begrepen dat ik, voordat ik de vergadering ga sluiten, nog even de griffier of iets anders de gelegenheid moet geven om iets te doen. Ja, dan doe ik dat als jij dat zegt. Dat is een eerste, ja. Ja, beste Toon, iets meer dan een half jaar waarnemend burgemeester in onze mooie gemeente Grave. Een boeiende tijd inderdaad geweest, denk ik, voor iedereen de afgelopen anderhalf jaar. Ik wil als plaatsvervangend raadsvoorzitter je bedanken ze mij voor de inzet voor onze gemeente. En als voorzitter van ons als raad zijnde. We hielden elkaar scherp, en dat praat ik eens vanuit persoonlijk vlak, op het scherpste op de snede af en toe. Maar namens de raadsmeijk wil ik je een bos bloemen aanbieden, smijk, die je dan zelf uit de emmer mag pakken. Ja. En ik wens ze mij een gezond en vooral een gelukkig 2022 toe. Bedankt. Dank je wel. Dank u wel. De vergadering is gesloten.